Als de slag om de Grebbeberg gestreden is en de doden verzameld worden, vindt men op de noordhelling van de Grebbeberg een Hollandse soldaat. Hij had stelling genomen achter een boom. Naast de boom ligt keurig gestapeld een voorraad geweerpatronen als getuigenis van zijn beslissing. Stand houden of sneuvelen. Hij sneuvelde. Hans de Vries uit Zuidwolde verloor zijn leven op de Duivelsberg. Een kogel doorboorde net onder de helm zijn hoofd. Toen de stilte weer bezit genomen had van de Grebbeberg, zat hij daar nog op zijn post, in geknielde houding, het geweer in de aanslag. Volkomen rustig te wachten op de vijand die hij uiteindelijk niet zag. Een eenzame soldaat op de Greb. Zijn moed werd hem op 13 mei 1940 fataal. X-Site, 3:55 in de vroege ochtend van de 10e mei 1940 overschrijden de Duitse legers de Nederlandse grens. Het Duitse aanvalsplan voorziet voor die dag onder meer in de val van de Grebbeberg, waarmee dan de poort naar het westen open staat. Voor de avond Rhenen bereiken, dat is de opdracht aan de Duitse 207e divisie, voor de gelegenheid versterkt met het SS-regiment der Führer. 20.000 man Duitse troepen zetten koers richting Grebbeberg. Eind april 1940 is Frits Kopp in Elte aangekomen en is daarmee de Nederlandse grens op enkele kilometers genaderd. Hij maakt deel uit van een compagnie pioniers die voor de duur van de Westveldzoek aan het SS-regiment der Führer is toegevoegd. In de nacht van 9 op 10 mei sluipt Frits Kopp richting grens. Op sokken, met de laarzen in de hand. We zijn dus volkomen geruischloos bis in den keller des Zollhauses gekomen. Haben dann natürlich wieder unsere Stiefel angezogen und lagen im Keller auf den Brikettsvorrat, Braunkohlenbriketts. Ich spüre die heute noch im Rücken. Alles war natürlich angespannt, die Nerven waren angespannt und dann ging es zu irgendeinem Zeitpunkt, 5.30 Uhr oder wann, das weiß ich nicht mehr, ging es los, die Infanterie stürmte los, wir hinterher. Und man wurde im Holländischen, ich weiß, dass es Niederlande heißen soll, aber es klingt ja einfacher. Im holländischen Zollhaus wurde man wach und ein Zollbeamter riss den Vorhang auf und wollte zum Telefon greifen, aber er war gar nicht schnell genug. Da war ein Infanterie-Unteroffizier da, hat mit dem Gewehrkolben das Fenster eingeschlagen und den Telefonapparat zerschlagen. Gleichzeitig gingen aber die Flieger oben in der Luft über die Grenze und auf der Bahnstrecke ein Panzerzug. Es war beabsichtigt, dass ein Sabotagetrupp die Sprengung der Brücke in Westerfor verhindern sollte. Dieser Sabotagetrupp in Zivil ist aber nicht wie vereinbart von einem von holländischer Seite herkommenden Auto abgeholt worden. Und als wir vielleicht eine halbe Stunde, Stunde drin waren, da gab es diesen Riesenkrach. Und dann hörte ich einen von unseren Offizieren sagen, da, jetzt ist er doch in die Luft geflogen. Es gab ein paar Baumsperren unterwegs in der Gegend von Zevenaar. Und dann hat die 16. Kompanie des Regiments der Führer den Flussübergang gemacht. Die sind also zum Teil zusammengeschossen worden mit ihren Floßsäcken und sind bis in die Brückentrümmer getrieben. Aber der gezielte Beschuss auf die Schießschachten des Forts von der Pack her hat dann doch sehr schnell dazu beigetragen, dass die Besatzung des Forts oder der Kommandant des Forts die weiße Fahne gezeigt hat. Und während dieses Übersetzbetriebes hat ein Heeresbataillon eine Pontonbrücke gebaut, etwas oberhalb vom Fort. Und dann hat sich unser Zugführer
Das war ein Mensch, so groß darf man eigentlich gar nicht sein, der war über 2,10 Meter groß. Der hat sich selbstständig gemacht, hat meinen besten Kameraden mitgenommen und den Beiwagen, B-Grad haben wir gesagt, also ein Motorrad mit Beiwagen, hat dort 50 Kilo Sprengmunition so etwa hineingepackt. Und er wollte dann den Helden spielen und die Zwei-Mann-Bunker, die von Westerfurt Eisel aufwärts bis oben zum Leek, zum Rhein hin, noch waren, die wollte er in die Luft sprengen. In Wirklichkeit war da überhaupt niemand mehr drin, aber er ist auch nicht mehr dazu gekommen, denn sie fuhren mit dieser Beiwagenmaschine auf eine Mine, auf die einzige wohl, die dort scharf gemacht worden war. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, wenn eine Mine losgeht und dazu 50 Kilo rund Sprengmunition, wie die drei Toten ausgesehen haben. Der Beiwagen ist etwa 50 Meter weit seitwärts geflogen und mein Kamerad, der auf dem Soziussitz saß, und der Fahrer, die sind nach links in ein brennendes Haus geflogen. De IJssel is genomen en de Duitsers hebben de buitenwijken van Arnhem in zicht. De afstand tot de Grebbeberg is nauwelijks meer dan 25 kilometer. De Nederlandse verdediging van de Grebbeberg is toegewezen aan het 8e regiment infanterie. 2500 soldaten verdeeld over drie bataljons. Het eerste bataljon is gelegerd op het centrale deel van de Grebbeberg. Het tweede bataljon tegen de flanken van de Greb richting Achterberg. En het derde bataljon in de voorpostenstrook, halverwege de Grebbeberg en Wageningen. In de avond van 10 mei arriveren de Duitse troepen met ruime vertraging in Wageningen. De volgende ochtend markeert Duits artillerievuur het begin van de slag om de Grebbeberg. Tegen alle Duitse verwachtingen in duurt de slag 3 dagen. 3 dagen waarin het gebied op en om de Grebbeberg het toneel is van hevige gevechten. 3 dagen waarin de Nederlandse verdediging zware offers brengt. Voor 382 Nederlandse soldaten betekent de slag het einde van hun leven. Ze zijn geroepen naar de Greb om er vervolgens nooit meer van terug te keren. Van Toorn, E. Thijssen, D. Ursinus, H. De Valk, G. Valkhof, C. Van Vark, C. Van Velen, H. Van Veenendaal, J. Tijdens de slag om de Grebbeberg vinden ongeveer 800 Duitsers de dood. Het gros van deze gesneuvelde soldaten wordt in gesloten vrachtwagens afgevoerd, terug naar Duitsland. Een minderheid blijft achter op de berg en zal daar voor de duur van de oorlog een rustplaats toegewezen krijgen. Na 1945 worden deze soldaten herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats IJsselstein in de Peel. Telke keren als ik de Grebbeberg bezoek en ik zet mijn auto op een parkeerplaats en ik loop naar de weg toe, dan... Als ik aan de ogen dicht doe, dan zie ik aan de overkant van de weg een stuk staan van het 8e regiment Pach. 6 soldaten met de sergeant erachter, achter schild, doodgeschoten. Vermoedelijk door eigen vuur, want anders kan het haast niet. Loop ik iets verder, dan bij de ingang van het kerkhof, daar stond een stuk 6 veldgeschut. Met de bemanning dood ernaast, een groot En ook Duitse soldaten, SS'ers waren het daarnaast. En een groot bruin paard met de benen omhoog. En dat zie ik iedere keer als ik bij de Grebbeberg kom, bij de ingang, en denk ik, hé, pas struikel ik er nog over. Ja. Wil me niet loslaten, ik wou dat ik kwijt was. Geloof je dat? De Grebbeberg is het meest zuidelijke punt van de Grebbelinie, die zich naar het noorden toe uitstrekt, tot op de oevers van het IJsselmeer. De IJssellinie moet de Duitse opmars vertragen. Voor de Grebbelinie moet hij tot staan gebracht worden. Op het moment van de mobilisatie, 28 augustus 1939, bestaat de Grebbelinie enkel op papier. Op 29 augustus, 's morgens om 6 uur, moest ik me melden aan de Manouf van Koeren kazerne in Arnhem. Als ik daar tegen die tijd verschijn, zijn er nog weinigen. Van het onderdeel waarbij ik ben ingedeeld, de 2e, de 3e compagnie, 2e bataljon,
achterregiment infantry, ben ik praktisch de eerste. Ik kom terecht bij de gendarmerie-administrateur Kiefiet. De presentielijst wordt afgezocht, maar mijn naam komt er niet op voor. Ik zeg, geen nood, ik ben direct weer weg. Maar dat ging niet. Vrijdag 1 september, in alle vroegte appel voor het hele regiment en afmarcheren richting mobilisatiebestemming, de Gravenberg. Dat ging geheel te voet. Omdat ik nu bij de administratie behoorde, ging ik mee met de sleperswagen waarop de administratiestukken werden vervoerd. Volgeladen reden we naar de kazerneuitgang aan de Hoflaan. De knollen die waarschijnlijk niet voor een wagen gewend waren en niet bekend aan de vreemde voerman, gingen op een hol de hellende weg af en door het hek. De voerman draaide geen remmen aan, beesten en wagen rolden door. Niet meer te houden liepen de paarden hun kop te pletter tegen de muur van het tegenover de kazerne gelegen huis. Eén paard viel direct stil, het andere werd enige tijd later met een schot uit een politiepistool gedood. Het duurde wel een uur voordat er een ander wagen met paarden arriveerde en wij de spullen konden overladen. Dan ging het op weg naar Rhenen. Onderweg haalden we de voortschokkende troep in. De onderdelen, soms honderden meters van elkaar verwijderd, zonnewarmte en stof, maakten de tocht voor velen een opgave. Tegen de avond is de bestemming bereikt. In de maanden die nu volgen, wint de Grebbelinie langzaam aan betekenis. De middelen om langs de Grebben een solide verdediging in te richten zijn echter te beperkt. Zuinigheid verhindert een krachtige aanpak, zodat in de meidagen van 40 de Grebbelinie volstrekt onvoldoende toegerust is voor de strijd. De stellingen worden vooral door de soldaten zelf gebouwd. Gevolg is wel dat ze gedurende de mobilisatietijd meer grondwerker zijn dan soldaat. Wanneer je hebt getekend, het minimum berekend, de eerste zoveel jaren dienst in het leger doet. Maar ook wanneer je als jongen de dans niet bent ontsprongen en enkel voor je nummer bij de wapens moet, dan is de tijd gekomen om het meisje van je dromen te zeggen dat je haar voorgoed verlaat. Vraag niet, mijn jongen, dat wat niet gaat. Vaste verkering, dat is niks voor een soldaat. Want en trouw hoort aan het vaderland en niet aan jou. Het voorterrein van de Grebbelinie is waar mogelijk onder water gezet. Daar waar inundaties niet gesteld kunnen worden, zijn voorposten geplaatst. Zij vormen de golvenbrekers in het verdedigingsplan. De vaart uit een Duitse aanval halen is hun taak. De ondergang, hun onvermijdelijke lot. De linie zelf bestaat uit twee verdedigingslijnen, de frontlijn en de stoplijn. In de frontlijn moet de hardnekkige verdediging plaatsvinden. De stoplijn, die een zwakkere bezetting heeft, komt alleen in actie als de frontlijn bezwijkt. Bij de Grebbeberg volgt de frontlijn de Grift en de oostelijke rand van de berg. De stoplijn loopt ten westen van de begraafplaats, dwars over de berg. Soldaat Ossenkoppelen maakt deel uit van een groep die een stuk panzerafweergeschut moet bedienen. Deze pag staat opgesteld in de stoplijn op de noordhelling van de Grebbeberg. Er was maar één ding mogelijk met de pag eigenlijk en dat was doodweg panzerwagens kapot schieten.
Je kon ook wel op een soldaat schieten, maar had helemaal geen nut. In eerste instantie kwamen we terecht in Wageningen bij het Nieuwe Kanaal. Daar konden we niet zitten, want een halve meter in de grond stond al vol water. We werden toen overgebracht naar de Greppenberg en we moesten daar een stelling maken in de stopleen. In de laatste maanden voor de oorlog wordt aan Nederlandse zijde aan de Greppenlinie kwaliteiten toegedicht die op geen enkele wijze aansluiten op de werkelijkheid. De hoogste politieke en militaire kringen wagen zich aan prognoses over hoe lang de Greppenlinie zal stand houden. Tussen 4 weken en 4 maanden is de heersende opvatting. Hersenschimmen zijn het, maar deze hersenschimmen zetten wel de norm op grond waarvan het feitelijk verloop beoordeeld wordt. Als de Greppenberg na 3 dagen zware strijd valt, is een wijdverbreid onbegrip het onvermijdelijke gevolg van de opgeklopte illusies van de vooroorlogse autoriteiten. En het onbegrip is gebleven. Londenietje heeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. En die vesting overwint niet eens zo laat. Is er gelijk, prikkeldraad. Alle Jans maken haar het volgenstijd. Maar zij lacht en voor de rest neutraliteit. Hollandse naïviteit gunt de Duitsers tot in het vroege voorjaar van 1940 ongehinderd toegang tot de verdedigingswerken van de Greppenlinie. Uitvoerige spionageactiviteiten hebben de aanvallers ervan overtuigd dat de Greppenberg binnen 1 etmaal in Duitse handen kan zijn. Hoe anders zal het lopen? Pas tegen de avond van de 4e oorlogsdag heeft de stormlopende vijand de Grep bedwongen. De Duitse minachting heeft dan plaatsgemaakt voor ontzag. Een ontzag dat ook is terug te vinden in de geuzennaam na de slag door de vijand aan de Greppenberg toegekend. Der Teufelsberg, de Duivelsberg. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niet tegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zolang wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt. De slag om de Greppenberg begint in de voorpostenstrook. Deze heeft voor de berg een breedte van 3 kilometer. De rechterflank sluit aan op de Rijn, de linkerflank op een inundatie net ten noorden van het Nieuwe Kanaal. Het terrein ligt te hoog om onder water te zetten. Plannen voor een kunstmatige inundatie door middel van een gemalende grift zijn in augustus 1939 te duur beoordeeld. Aan de bouw van de goedkopere versie wordt in december van dat jaar toch begonnen, maar vanwege de opgelopen vertraging is het gemaal in mei 1940 nog niet voltooid. 400 soldaten vormen daarom de bezetting van de voorpostenstrook. 4 stukken verouderd infanteriegeschut, het zogenaamde Zesveld, bouwjaar 1894, dienen ter ondersteuning. Heggen en boomgaarden belemmeren het uitzicht van de verdedigers. Gedurende de mobilisatietijd is herhaaldelijk om opruiming daarvan verzocht, maar telkenmaal heeft de regering de verzoeken afgewezen. De angst voor de schadeclaims van de eigenaren wint het van de angst voor een mogelijke Duitse aanval. Kapitein Schwartz, commandant van een compagnie in de voorpostenstrook, rapporteert. Bij herhaling heb ik aangedrongen op het opruimen van een in mijn vak gelegen proeftuin met boomgaard. Het werd verboden, omdat 20 jaar noeste arbeid
niet verloren mocht gaan. Ik heb nog geantwoord dat jonge 20-jarige Nederlanders bij een aanval zouden worden gedood. Welk antwoord is gebleken juist te zijn. De vroege ochtend van 11 mei begint met een hevige Duitse artilleriebeschieting op de Voorpolsenstrook. De schaarse telefoonverbindingen raken daardoor onklaar. Het enige radiozendapparaat valt kort daarna uit. De accu is leeg en een reserveaccu is niet voorhanden. Kapitein Swartz schrijft in zijn rapport: de telefonische verbinding liep op paaltjes, enige centimeters boven de grond, en was derhalve bij de eerste vijandelijke artillerieschoten reeds defect. Daarbij kwam nog dat ik, kort voordat het gevecht een aanvang nam, het bevel kreeg een grote kudde koeien door te laten, die slechts gedeeltelijk over de sluis aan de voet van de Gebbeberg zijn afgevoerd. Het resterende deel liep dus nog door de weilanden waardoor de telefonische verbinding was aangelegd. Haast onnodig te zeggen dat van deze verbinding weinig is overgebleven. Het wegvallen van de verbinding maakt het onder meer onmogelijk bij de Nederlandse artillerieeenheden die ver naar achteren geplaatst zijn gericht steun aan te vragen. De soldaten in de Voorpostenstrook zijn nu geheel op zichzelf aangewezen. Als het licht wordt, zet het SS-regiment de aanval in. Numeriek in de meerderheid en een bewapening veruit superieur zien de Duitsers rond 10 uur kans de stelling in het meest noordelijk deel van de Voorpostenstrook hierbij het nieuwe kanaal te doorbreken. Deze doorbraak heeft fatale gevolgen voor de overige steunpunten die nu ook van opzij en in de rug aangevallen worden. Toch vordert de Duitse opmars maar traag vanwege de felle Nederlandse tegenstand. Om 4 uur in de middag van 11 mei is de commandopost van bataljonscommandant Voigt omsingeld en een uur later tot overgave gedwongen. De enige Nederlandse voorpost dan nog over is de uit 12 man bestaande sectie van sergeant-major Blom, gelegerd in een boomgaard naast de Wageningse afweg. De SS'ers hebben grote moeite de stelling te nemen. Uiteindelijk is de overmacht te groot en moet de groep zich overgeven. Duitse troepen dringen de stelling in en drijven de Nederlanders naar buiten. Zwijnen, waarom schieten jullie nog? Brult een SS-soldaat. Als jullie niet gekomen waren, hadden wij niet geschoten, is het antwoord van soldaat Michelbrink, die onmiddellijk daarop door Hitlers elitetroepen wordt geëxecuteerd. De Voorpostenstrook is nu geheel in Duitse handen. Soldaat Jachtenberg is weggedoken in een veldlazaret, vlak voor de overgave aan de SS een feit is. Bij het lazaret aangekomen, sommeerden ze ons onder ijselijk schelden en schreeuwen om, ontdaan van wapens en helmen, met de handen omhoog naar buiten te komen. Dit naar buiten gaan werd een afschuwelijk, vernederend toneel. Eenmaal buiten stonden we oog in oog met de Duitsers, die met hun hels geschreeuw en gesminkte gezichten eruit zagen en zich gedroegen als echte duivels. Ze dwongen ons bovenop het veldlazaret te gaan staan en stelden zich met hun schmeitzers in de aanslag voor ons op en maakten ons duidelijk dat we nu doodgeschoten zouden worden. En dat geloofden wij. En zo werd ons nog meer doodsangst aangejaagd als we al hadden. Daarna dwongen ze ons hun lichtveldgeschut over de landweg richting Gerben te trekken. Tegen het eigen vuur in dus. Zelf trokken de Duitsers door de sloot langs die weg. We werden niet alleen als levend schild gebruikt, maar ook behandeld als dierlijk ontuig. Hierbij en hierdoor vielen ook de meeste Nederlandse slachtoffers. Op een moment kreeg ik een kogel dwars door mijn knie en viel in de sloot midden tussen de Duitsers in, die het gelukkig alleen bij vervloekingen aan mijn adres lieten. Ze stapten over mij heen richting Gribbe. Een Duitser die over de slootkant keek, kreeg een kogel door zijn keel en viel over mij heen. Het bloed gulpte uit zijn wond en doorweekte mijn kleren. Een andere Duitser, mogelijk zijn kameraad,
wilde ook mij doden, maar ik had bevel, nee, immer weiter, deed hem doorlopen. Ik trok de gewonden naast mij en zo zaten wij naast elkaar met de rug tegen de slootkant. Voor hij na enkele minuten zijn laatste adem uitblies, gaven wij elkaar nog de hand. Ik verwachtte toen dat deze dag ook voor mij de laatste dag van mijn aardse leven zou zijn. Grotenhuis, W. Kunen, G. Van Kuppenveld, P. Van Kuik, W. Quint, W. Landsaat, W.P. Lankhof, D. Leenders, S. Leppink, H. Al eeuwenlang beheerst het hoornwerk de opgang naar de Grebbeberg. Het is een uit aarde wallen en grachten bestaande schans, die aan de oostzijde van de grift het bruggetje en de sluis boogvormig afschermt. Het verdedigingsplan van de Grebbeberg geeft het hoornwerk een positie in de frontlijn. Als de voorpoststrook gevallen is, ligt de oude schans in de voorste linie. In de avond van 11 mei rukken Duitse panzerwagens op richting Hoornwerk, maar worden teruggewezen door een in deze kazemat geplaatst pachtkanon. Sergeant van Drumt is de commandant van dit stuk panzerafweergeschut. Wij zagen aankomen een grote vrachtwagen, een trailer, zal ik maar zeggen. En daar dachten we, nou, het is tijd dat we ons gaan inzetten. Want anders komen ze te dicht bij ons. En als het schot dan eens mis is, dan zijn we nog niet weg. Dus dat hebben we. Ik heb met mijn korporaal hebben we beslissing genomen dat we toch maar erop zullen richten. En als je dan goed richt, dan gaat die brisantgranaat, die springt open. En dan vernielt hij de hele zaak. Nijkamp heeft het schot gelost. En toen zagen we dat de hele zaak uit elkaar sprong. En dat was ongeveer op 1100 meter. Mijn zwager die had een stukje doorsbedrijf in Oosterbeek. En hij werd dan ook geschatterd om lijken te ruimen. Hè. Toen is hij daar geweest. En toen kwam ik terug van de oorlog. En toen zei hij... Hij zegt, nou, jullie zijn eigenlijk tekeer gegaan daar in die Wageningse nu. Ik heb me kapot geschoten, zegt hij. Al die kerels. Oh ja, ik zeg, ja. Dat is oorlog, Ab. Ik zeg, dat krijg je. Geruchten vinden hun weg door de loopgraaf op de berg en ondermijnen het vertrouwen van de manschappen. Uit de lucht gegrepen verhalen over een actieve vijfde kolonne en geïnfiltreerde Duitse soldaten in Nederlandse uniformen voedt het wantrouwen. En dit wantrouwen wordt Cornelis van Vark noodlottig. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de Rode Kruissoldaat van Vark weggeroepen om gewonden te helpen. Hij passeert de met prikkeldraad omgeven commandopost van bataljonscommandant Jacometti. Twee wachtposten met het hoofd boven de loopgraaf richten het geweer op hem en schreeuwen: het wachtwoord, het wachtwoord. Cornelis van Vark weet het wachtwoord niet. Misschien is hij het simpelweg vergeten. Misschien heeft hij er argeloos op vertrouwd dat de brede witte band met het Rode Kruis hem langs alle gevaren zal loodsen. Nogmaals roepen de wachtposten hem toe: het wachtwoord, het wachtwoord. Cornelis wijst op het Rode Kruis op zijn mouw. Dit gebaar overtuigt de wachtposten van zijn kwade trouw. Dan klinken er schoten en is de reis van Cornelis van Vark voorbij. Verschillende Duitse pogingen in de frontlijn door te dringen worden in de nacht van 11 op 12 mei verijdeld. Die nacht concentreren de Duitsers sterke artillerie-eenheden bij Wageningen, die onzichtbaar vanuit de Nederlandse stellingen de volgende ochtend zwaar vuur afgeven op de Grebbeberg. Je hoort eerst in de verte, heel ver weg, boef, boef, een dof knal. Een doffe knal, de twee achter elkaar meestal. En dan, een paar minuten daarna hoor je, daar komen ze aan. Hè? Dan, en dan kun je feitelijk horen of ze verder gaan. En ik sluit.
Maar als je die toren, als die toren later gaat, dan denk je maar, dan valt het precies bovenop je of in de buurt. Je kunt enigszins het idee hebben wat die valt. We zitten in die stelling en we horen in de verte een beest, schreeuwen we. Of het nou een geit was of een koe, dat wist ik niet. Hendriksen, dat is een corporaal, zegt, dat is een geit, die ga ik halen. Dus hij gaat er naartoe, kruipend en lopend, tot een meter of 20 van de boerderij, schat ik. Ik zie in één keer een stofwolk, veroorzaakt door een granaatinslag, en wij denken, Hendriksen, die is er geweest. We hebben heel lang staan kijken tot de stofwolk langzaam optrok, en wie komen daar plots uit die wolk gestapt? Hendriksen en die geit. Nog was er boven op de stelling een meter grond gestort en dat was door Thijssen, boerenzoon, ik meen uit Ochten, ingezaaid om het groen te krijgen. En die geit deed er zijn voordeel mee. Die stond gewoon op de stelling gras te vreten. En toen hebben ze elkaar er opmerkzaam op gemaakt dat dat niet kon. Want het was bekend dat geiten mensen opzoeken en zo zouden Duitsers kunnen weten dat er soldaten zaten. En zo vraag ik enige tijd later, waar is die geit gebleven? Zeiden ze, die hebben we kapot geschoten. En die hadden ze trouwens ook al begraven. Tot het uiterste stand houden is de opdracht aan de verdedigers van het Hoornwerk. Zwaar beschadigde stellingen, falende mitrailleurs, wanhopig munitiegebrek en een stagnerende aanvoer ontnemen aan deze opdracht veel van zijn praktische betekenis. In het begin van de middag ligt het Duits bombardement korte tijd geconcentreerd op het Hoornwerk en de oostelijke rand van de berg. Om 12:40 wordt het artillerievuur naar achteren verlegd en vallen de SS'ers aan. Spoedig beheersen zij het Hoornwerk. Krijgsgevangen Nederlandse militairen worden gedwongen hulp te verlenen bij het herstel van de maar half vernielde brug over de Grift. Anderen moeten als levend schild de Duitse oorlogsmachine voorgaan. Deze ernstige inbreuk op het oorlogsrecht eist een tol aan Nederlandse zijde. Te Lintum, T. Van Lid, T. Loeffen, M. Leuwenstein, S. De Man, G. Michelbrink, G. Duitse eenheden passeren de brug en gaan de weg omhoog. Onderdelen buigen naar links en rechts af en komen uit achter de Nederlandse steunpunten in de frontlijn. Op eerste Pinksterdag, we lagen onder hevig artillerievuur. Toen werd er op de Cunerenweg, ergens in de buurt van de Cunerenweg, er werd een boerderij kapot geschoten. En die stond in brand. En even later komt hier over al die akkers heen komt een klein zwart hondje. Daar komt hij aanrennen. Regelrecht, zo hard als je kon, recht op ons aan. Gaat door waar de kanonnenloop uitstak. Daar vloog hij naar binnen toe. En dat hondje was doods en doods en doodsbang. Hij wou alleen van mij maar winnen. Hij was recht in me opgevlogen. Hij wou bij niemand anders zijn dan bij mij. En dat ging zomaar steeds door, iedere keer. Ik zei tegen een van de jongens, ik zei, jongen, breng alsjeblieft netje verder weg de loopgraaf in. Nou, de een en de ander probeerde dat, maar hij kwam telkens en telkens kwam hij weer terug. Ik zei, jongen, breng hem nou helemaal weg de grens toe. Nee, dat was veel te gevaarlijk, dat is niet. Ik zei, potverdoppeltje, als niemand durft, ik zei, dan neem ik hem wel. Ik zal hem zelf wel wegbrengen. En ik pak het hondje en ik stap de stelling uit en ik ben net bij de hoek. Hier, op de hoek van die loopgraaf. En er komt een granaat aan, een brommer tot en met. En ik ben net bij die hoek, of ik laat me vallen. Ik heb de hele knal niet gehoord. Maar toen ik weer op mijn positieve zat, zat ik ook letterlijk, eerlijk waar, helemaal onder zand tot aan de nek toe. Ik zat helemaal onder zand. Ik besefte eerst niet wat er gebeurd was. En toen keek ik, de hele kop van die loopgraaf, die was eraf. Er was nog geen anderhalve meter bij mij vanaf gekomen, denk ik. Hooguit 2 meter, anderhalf, 2 meter, verder niet. Ik denk, nou, dat heb ik toch goed afgebracht, heb ik mazzel gehad. Nou, ik kom weer tot mijn positief. Ik denk, verrek,
Die zou het hondje doorgelopen zijn, maar is dat hondje gebleven. En ik wilde verwijderen. En ik dacht, oh, gewoon netje verder. Zag ik een stuk staart, een klein stuk, zo'n stukje staart, stak boven zand uit. Ik dacht, oh, gewoon dat hondje, en dat stikt nog onder zand. En ik aan graven en aan graven, en ik trok hem eruit aan de staart. En toen schrok ik hartstikke dood. En zijn hele lijf was opengereden, en zat een granaat, zo'n grote scherf zat erin. Deze brokstukken maken in de meidagen deel uit van koepel 7. Een kazemat met betonnen fundering en een gietstalen bovenbouw. De huisvesting van een zware mitrailleur. Koepel 7 ligt op de kop van de Grebbeberg. 25 tot 30 meter hoger dan de diep ingesleten weg ernaast. Loopgraven bij de kazemat bieden enige bescherming aan de geweerschutters, voor wie in de koepel geen plaats is. De hele nacht en ochtend van 12 mei heeft het granaten geregend op de stelling. Nu is de SS in aantocht. Vanwege de opstelling van de kazemat kan de mitrailleur geen vuur uitbrengen op de weg naar boven. Bovendien ontnemen de bomen rond de stelling en de rook van de brandende gebouwen onderaan de Grebbeberg de soldaten een behoorlijk uitzicht. De Duitsers belagen de stelling en de kogels roffelen op de houten schotten van de loopgraven. De Nederlandse soldaten wijken naar achteren om aan een dreigende Duitse omsingeling te ontkomen. Eigen troepen in de stoplijn zien hun aan voor Duitsers en openen het vuur. Tegelijkertijd worden de terugtrekkende soldaten ook door de SS'ers beschoten. Uiteindelijk bereiken ze de voormalige trambaan onderlangs de zuidhelling van de Grebbeberg en zien zo kans naar het westen weg te komen. Enige honderden meters ten noorden van de straatweg Wageningen-Rhenen doet een oude ijskelder naast de Heimensteinse Laan dienst als commandopost van reserve eerste luitenant Londeau. De drie zware mitrailleurs waarover hij het bevel voert staan opgesteld in de koepels 16, 19 en 26. Koepel 16 ligt direct naast de commandopost. Koepel 19 achter Heimenstein in de dijk van de Grift en koepel 26 ongeveer 350 meter ten noorden van de commandopost. In de middag van 12 mei neemt de Duitse druk alsmaar toe. Het verzet van de twee Hollandse infanterie-secties in de onmiddellijke omgeving van de ijskelder wordt gebroken. Koepel 19 houdt stand tot de mitrailleur wegens oververhitting onbruikbaar wordt. De bezetting van de koepel valt terug op de stelling van de luitenant. Deze stuurt de ordonnance van Zetten en Krauwel naar de compagniescommandant met het verzoek om versterking. Onder moordend artillerievuur gaan ze op weg. Dan valt voor hen het doek en zwijgt de geschiedenis. Van Zetten en Krauwel zullen hun opdracht niet uitvoeren. Ze zijn vertrokken, maar vooralsnog nergens aangekomen. Enige jaren marcheren ze mee in het rusteloze leger van de vermisten. Dan worden ze gevonden. Tegen de avond is de stelling van Londeau volledig omsingeld. In de chaos van de overgave raakt de luitenant zwaar gewond als een kogel zijn linkerborst doorboort. Zo valt het ene steunpunt na het andere. Als de SS'ers de stoplijn bereiken, valt daar de Duitse opmars stil door hevig Nederlands mitrailleur en geweervuur. De stoplijn, aan de andere kant van de akker in het eikenhakhout, is niet meer dan een langgerekte loopgraaf. Een primitieve weerstandslijn met een zwakke bezetting, maar toch vooralsnog te sterk voor de Duitse aanvallen. Oude Breul, J. Pastoor, H. Paulusma, K. Peper, L. Peppelman, E. Peters, W. Filippens, S. Pielzekker, G. Van der Pol, A. Op een middag was dat, toen kwamen er in één keer zien we figuren lopen dat geen soldaten van ons waren. Hè? En die kwamen onze kant uit, of eerlijk gezegd, ze liepen meer naar de rechterkant, naar de bos. En die hadden een soort overal aan of zoiets. En ze hadden op de helm ook nog een takje, een paar takjes en zo. Toen hadden we de keer in de gaten dat ze zeggen, jongens van ons, schiet erop. En nou, en we hadden een hele goede schutter met de karabijn. Die had er al gauw in te pakken, hoor. Die schoot achter. Eén die het meest links liep, schoot hij aan. Hè. En die valt, die viel meteen, viel hij neer. En er kwam er iemand achter hem aanlopen, die achter hem liep. Die bukte, gooi wat weg,
met onder het bukken gooit hij zelf wat weg en pakt een wapen, wat die man die dood was, op in de hand en loopt gewoon door. Meteen, hij liep, het was in één gang, hij bukt zich, pakt, loopt. Dus, ik bedoel, hij stond er geen minuut bij stil. Hij stond er niet meer bij stil om te kijken, wat zou die man hebben, of, hè, ik ken die man, ze kennen elkaar natuurlijk. Ik vond het heel gek, heel gek. Op een zeker moment ligt er ook mitrailleurfiguur over onze stelling. Een verkenning wijst uit dat de schutters slechts een klein aantal tot de prikkelnaadversperringen en per 100 meter voor de commandopost zijn doorgedrongen. Enkele salvo's van onze mitrailleurs doen deze voorposten sneuvelen. Later op de dag blijkt dat een nieuwe golf aanvallig heeft opgevolgd. De voorste hiervan hanteren kneptangen om het prikkeldraad te verwijderen. Als één door ons vuur wordt getroffen, wordt de kneptang direct overgenomen en verder gebruikt. En dat herhaalt zich steeds. Sommigen komen niet verder dan het oppakken van de tang, of zelfs daartoe niet eens, en worden kruipend over de grond, zonder dekking, getroffen door het vuur van onze schutters. Vanuit de stoplijn worden in de middag en avond van de 12e mei enkele tegenstoten uitgevoerd die de Duitsers van de berg af moeten werpen. De veronderstelling aan Nederlandse zijde is dat slechts kleine Duitse eenheden op de berg doorgedrongen zijn. 100 man maximaal. In werkelijkheid moet een aantal boven de 2000 gelegen hebben. Het ontbreken van verbindingen geeft ruimte aan dit soort misvattingen. Bij een van de Nederlandse tegenaanvallen stelt major Jacometti, commandant van het 2e bataljon van de artillerie, zich aan het hoofd van een kleine groep soldaten. 40 man, niet meer. We zullen ze wel even uitgooien met de blanke klewang op ingaan, luiden de woorden van deze voormalig knilmilitair. De major komt met zijn groep uit op dit bouwland, wordt eerst door eigen troepen die van de tegenaanval geen weet hebben beschoten en gaat vervolgens een geweldige Duitse overmacht tegemoet. Hij sneuvelt halverwege de akker. Deze tegenstoot mislukt. Anderen volgen. Ze delen hetzelfde lot. Jacometti gaat bij het uitvoeren van de tegenstoot voorop onder het uitroepen van Leve de koningin en weg met de moffen! Langs de Heimersteinse laan bereiken we de prikkeldraadversperring. Daarbij krijgen we voor het eerst contact met de vijand. Tot ongeveer 200 meter voorbij de stoplijn rukken we op. We komen onder vuur van eigen vikkers, terwijl bovendien het Duits granaatvuur steeds heviger wordt. 30 à 40 meter voor ons zitten de Duitsers in het struikgewas. Ik zie een Duitser die in een boom zit een wapen op mij richten. Ik dek mij, toch treft hij mij in het gezicht. Ik schreeuw de Vaandrecht Elzas toe, ze zitten in de bomen! We krijgen vuur van voren en ook van de rechterflank. Volgens algemene mening zelf van alle kanten. Bovendien granaatvuur. We kunnen niet verder. De beide mitrailleurs weigeren vuurstoten te geven. De wapens worden door Reuvers en Melger uiteengenomen zonder succes. Schot voor schot vuur is wel mogelijk. De sergeant Boerkoel komt melden dat major Jacometti is gesneuveld. Hij wilde juist schieten toen hij zich even rekte. Daarna bleef hij stil liggen. Sergeant Hulsen raakt gewond. Schuilenburg wordt gesneuveld gemeld. Maler en Kaak vallen. We gaan terug naar de stoplijn. De soldaten in de stoplijn hebben al het een en ander te voortduren gehad. Nu breekt de hel pas echt los. De Duitsers zitten overal. Van voor, opzij, hoog in de bomen. Vijandelijk mitrailleurvuur dringt diep in de loopgraven door. De verdedigers nemen de bomen onder vuur en zesters stuimen omlaag. Er vallen doden en gewonden onder de Nederlanders, maar voorlopig worden de Duitse bataljons in bedwang gehouden. Gießen, M. Goor, J. Gort, K. Gooier, J. Gregorovic, F. Gremmen, T. Groot Nibbelink, G. Grotenhuis, W. Kunen, G. Die Straße zwischen Wageningen und Rehnen führt über den Gräbekanal und zwar an einer Schleuse mit Brücke. Diese Brücke war auch gesprengt worden und wir hatten sie zu reparieren. Teilweise unter Artilleriefeuer, das war gewissermaßen unsere Feuerprobe. Für mich war es so, das erste Mal im feindlichen Artilleriefeuer. In der Nähe waren Feldbefestigungen, in die wir uns zurückzogen.
Das Artilleriefeuer wurde stärker und in der Nacht haben wir teilweise mit aufgesetzter Gasmaske dort ausgeruht. Ich weiß noch sehr genau, dass ein Kratmelder von vorne kam mit der Gasmaske in der Hand, was Gasalarm bedeutet. Es gab auch Einschläge der Artillerie, die einen komischen Geruch hinterließen. Aber eine Version dieses Alarms war auch, dass ein Kompaniechef des 3. Bataillons der Führer, das vorne in sehr harten Kämpfen lag, seinen Melder mit Namen Kas gerufen haben soll, was dann als Gas weiterlief und den Alarm ausgelöst haben soll. Obersturmbannführer Weckele, Kommandant van het 3e bataljon van de SS-stoottroepen, onderneemt rond 10 uur in de avond over de straatweg een stormloop op de stoplijn. Paniek breekt uit bij de sectie die onmiddellijk ten noorden van de weg de stoplijn bezet houdt. 100 Duitsers breken door en stormen af op het viaduct. Daar bevindt zich een detachement marechaussee onder leiding van kapitein Gelderman. Niemand mag het viaduct over, geen Duitsers, maar ook geen Nederlanders. Orders van legerkorpscommandant Harberts. De toegang tot het viaduct heeft Gelderman met prikkeldraad laten afzetten. Vluchtende Nederlandse soldaten drommen samen voor de versperring. De kapitein bezweert hun terug te gaan, opnieuw de strijd in. Als de SS'ers onder leiding van Weckele gillend de berg afkomen, is de massa niet meer in bedwang te houden en probeert over het viaduct weg te komen. Gelderman laat dan het vuur openen op de eigen troepen. Zeker 10, mogelijk zelfs 20 Nederlandse soldaten verliezen daarbij het leven. Vervolgens worden ook de SS'ers teruggeslagen. De tocht van de groep Weckele eindigt in de timmerfabriek De Stoomhamer, net ten oosten van de ingezonken spoorlijn. Enige tijd later wordt het gat in de stoplijn gedicht en zijn de doorgebroken SS'ers afgesneden van hun hoofdmacht. Sergeant van Drumt heeft geluk. Hij is al in een eerder stadium teruggetrokken op het viaduct en heeft een plaats gekregen binnen de groep Gelderman. De kapitein Geldermans die gaat op het viaduct staan. En die geeft de commando's van jullie moeten terug naar de Grabbeberg. Daar ben je voor hier. En niet, je hoeft hier niet overheen te komen. Waar je de brug overkomt, viaduct en dan wordt er geschoten. Dus dat deden ze niet, want ze probeerden toch. Dus dan weet je wat er gebeurt. Want nou gingen die zijn eigen mensen, die werden doodgeschoten door eigen vuur. En dat vond ik, achteraf bekeken, vond ik dat toch wel erg. Want wij schoten ook op de Hollanders, moesten we ook schieten. En daar had ik geen puff in, hè. Dat doe ik niet. Dus ik schoot maar gewoon in het wilde weg. En ik ben bij Gelderman ook geweest en die zei, ja, jullie hebben allemaal goed werk gedaan. Ik zei, ja, goed werk gedaan. Ik had het liever niet gedaan. Langzaam dringt het tot de Nederlandse legerleiding door dat krachtige maatregelen nodig zijn om een debakel te voorkomen. Een grote tegenaanval wordt gepland. 4 bataljons, naar de omgeving van Achterberg gedirigeerd, moeten van daaruit de Grebbeberg op de Duitsers heroveren. 3 van de 4 bataljons zijn afkomstig uit het land van Maas en Waal en al sinds 11 mei onderweg. Vermoeid en hongerig zijn ze als om 7 uur in de ochtend van de 13e mei de tegenaanval begint. Over kaarten beschikken ze niet, handgranaten zijn niet uitgereikt. Toen werd ik gevraagd wie weet hier de weg. Dat heb ik gezegd, ik weet hier de weg wel. Nou, toen werd ik gebombardeerd tot de eerste sectie die daarheen ging. De ene die had een overjas aan en de andere had een pak op de rug en weet ik allemaal nog meer. En als je nog weet wat je te wachten staat, toen heb ik tegen een hele hoop mensen gezegd, zo die meter die rommel, dan gaat de kant neer. Want daar heb je niks aan. Je moet proberen zoveel mogelijk munitie mee te nemen. Maar wij hadden weinig munitie. Mijn paard had praktisch geen zo die meter. De handgranaten heb ik nooit gezien. Kaarten, nou vergeet het maar. Ik was de eerste sectie dan die daarheen ging. Maar ik had geen verbinding meer met de tweede sectie, die achter me kwam. Nou, dan weet je vooruit al, dat je dat nooit redt. Wij konden dat ook nooit redden. Nou, we zagen daar die soldaten langs marcheren en toen kwamen de paar naar voren door. Het waren allemaal mannen, ik denk van in de 30. Het was een hele oude lichting. Bek en bek af waren ze al.
En dan zeg ik, wat is dat voor, wat is dat daar in de verte, wat horen we daar? Ik zeg, nou, dat is een ongebulde en mitrailleurvuur. Ik zeg van, daar wordt gevochten. Oh, moeten wij daar tegenin? Ik zeg, ja jongens, maar dat is heus geen happy hoor. Voorafgaand aan de aanval verschijnt een kleine formatie Nederlandse vliegtuigen boven het gebied. Een bezoek dat een aantal uren later herhaald wordt. De steun is vooral symbolisch. Met het vorderen van de ochtend wint de Duitse tegenstander aan kracht en rond het middaguur loopt de Nederlandse tegenaanval vast. De Duitse artillerie biedt effectieve steun aan de SS-troepen. Aan Nederlandse zijde domineert de chaos. Wij moesten proberen daaronder bij die Grebbeberg af te komen daar. Met sluisjes, zal ik maar zeggen. En toen zagen wij daar, tenminste ik zag ze dan, die anderen hebben ze ook wel gezien, die Duitsers lopen daar onder alle hand. En dat was een soort vlak terrein. Nou, daar ben ik op gaan schieten. Omdat hun liepen precies in de lijn wat ik schoot. Dus dat is, voor hun is dat moordend. Nou, en toen op een gegeven moment toen kregen we van hun, nadat op die Duitsers was geschoten, kregen we enorm veel artillerievuur. Nou, het was tenminste als we gingen. Het werd gewoon donker. En dan hoorde ik daar weer schreeuwen, dan hoorde ik daar weer schreeuwen. En dan hoorde ik anders, riep weer, moeder help me. Zoals je dan normaal hoort. Hè. Het slotbedrijf van de Slag om de Grebbeberg begint met de komst van de Duitse luchtmacht. Om 13:30 duiken 27 Stuka bommenwerpers op het Nederlands aanvalsvak. Zware bommen slaan gaten in het landschap en de vliegtuigen nemen vervolgens met de boordwapens het terrein onder vuur. In dit geweld gaat de tegenaanval ten onder. Een soldaat schrijft: het was een massale aanval van loeiende, laagduikende, mitrailleerende vliegtuigen. Afdoende dekking kon ik niet meer vinden. En ik wierp me met vele anderen op de grond. Zo trok het oordeel over ons heen. Het leek het ergste wat ik tot dusverre had meegemaakt. En het duurde in mijn verbeelding wel een eeuwigheid. Zodra mogelijk vluchtte iedereen van deze plaats van verschrikking. Tonen Dekkers, S. Van Toorn, E. Thijssen, D. Ursinus, H. De Valk, G. Valkhof, C. Van Vark, C. Toen ben ik teruggegaan en toen kwam ik nog bij een boerderij langs en er liepen Duitsers twee. Kon ze door die raampjes van die achterhuis van de boerderij kon ik ze zien lopen. De een ging aan deze kant langs en de ander ging bij mijn kant langs. En dan kon ik wel schieten, maar dan verraad ik me, dan weten ze ook waar ik ben. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik had alleen maar een pistool met een klimaan. En die eerste die daar zo langs kwam, die kwam maar in de hoek om. En die heb ik met de klimaan gekopt, dus wat afgeslagen. Nou, en toen ben ik aan de andere kant gegaan. En die heb ik toen op met de kleebaan van kant gemaakt. Diezelfde ochtend bezwijkt de stoplijn op de Grebbeberg. Daaraan vooraf gaan hevige Duitse beschietingen, gevolgd door stormlopende weermachtssoldaten. Ze springen op de gaas van de stellingen, zakken erdoor en worden doodgeschoten. De Nederlandse mitrailleurs raken roodgloeiend en vallen uit. Stand houden! De tegenaanval komt zo, is de aanmoediging aan de steeds kleinere scharen van verdedigers. Maar de tegenaanval wordt ondertussen gesmoord op de noordhelling van de Grebbeberg. Nieuwe Duitse aanvalsgolven volgen. Uiteindelijk vallen er gaten in de stoplijn en wordt de stelling opgerold. Eerst het zuidelijk deel, vervolgens ook ten noorden van de weg. En we moeten terugtrekken, waar naartoe, dat weten we niet, maar dat hoorden we wel. En we waren net buiten Elsje en er was een hele opstopping enzovoort. En op een gegeven ogenblik zonden we naar iemand en er zat in een eenmansgat, er zat een gewone soldaat, een grote sigaar in de mond, een doosje of een kistje sigaren naast zich. Hij dampte als ik weet niet wat aan die sigaar. En die zei tegen hem, jongens, doe het maar kalm aan, ik zorg er wel voor hè, dat jullie goed wegkomen. Ik dek jullie wel, als er wat Duitsers aankomen, ik zie het allemaal wel kapot. Enkele honderden meters achter de stoplijn heeft Mio Lanzaat, commandant van 1 artillerie, zich verschanst in het paviljoentje. Een klein restaurant, ongeveer op deze plek, net naast de weg bij de ingang van Ouwans Dierenpark. Stand houden achter de puinhopen,
was een bevel dat Landsaat de vorige dag had afgegeven. Standhouden is de taak die hij zich nu stelt. Standhouden en hopen op het succes van de tegenaanval. Persoonlijk organiseert hij de verdediging. De Duitsers brengen zware mitrailleurs en veldgeschut in stelling en het fragiele gebouwtje wordt langzaam aan puin geschoten. Als de munitie van de verdedigers opraakt, geeft de majoor zijn manschappen toestemming om te vertrekken. Zelf besluit hij te blijven. Standhouden tot het uiterste. Op 13 mei sneuvelt de majoor. Op 13 mei valt de Grebbeberg. De slag is verloren. Het 8e regiment en al die andere Nederlandse krijgsmachtonderdelen die zich gedurende die 3 dagen in de strijd gemengd hebben, zijn verslagen. Het moest zo zijn. Ook al zouden de condities met betrekking tot bewapening, verdediging en opleiding voor de Nederlandse soldaten gunstiger geweest zijn, dan had dat voor de uiteindelijke afloop geen verschil betekend. Maar maakt deze constatering de verloren slag daarmee een zinloze slag? Ik meen van niet. Het Derde Rijk verdween niet zomaar. Het moest steen voor steen gesloopt worden. Veel volkeren zijn opgestaan en hebben een bijdrage aan die sloop geleverd. In de meidagen van 40 komt aan de Grebbe een deel van de Nederlandse bijdrage tot stand. In het westen van ons land een ander deel. Natuurlijk, het is een kleine bijdrage, maar toch. De Duitse oorlogsmachine heeft de schade opgelopen. Heel veel schade. Onze soldaten op de Grebbe verdienen daarvoor dankbaarheid en respect.
maakt voor ontzag. Een ontzag dat ook is terug te vinden in de geuzennaam na de slag door de vijand aan de Grebbeberg toegekend. Der Teufelsberg, de Duivelsberg. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niettegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zolang wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt. De slag om de Grebbeberg begint in de voorpostenstrook. Deze heeft voor de berg een breedte van 3 kilometer. De rechterflank sluit aan op de Rijn, de linkerflank op een inundatie net ten noorden van het nieuwe kanaal. Het terrein ligt te hoog om onder water te zetten. Plannen voor een kunstmatige inundatie door middel van een gemalende grift zijn in augustus 1939 te duur beoordeeld. Aan de bouw van een goedkopere versie wordt in december van dat jaar toch begonnen, maar vanwege de opgelopen vertraging is het gemaal in mei 1940 nog niet voltooid. 400 soldaten vormen daarom de bezetting van de voorpostenstrook. 4 stukken verouderd infanteriegeschut, het zogenaamde Zesveld, bouwjaar 1894, dienen ter ondersteuning. Heggen en boomgaarden belemmeren het uitzicht van de verdedigers. Gedurende de mobilisatietijd is herhaaldelijk om opruiming daarvan verzocht, maar telkenmaal heeft de regering de verzoeken afgewezen. De angst voor de schadeclaims van de eigenaren wint het van de angst voor een mogelijke Duitse aanval. Kapitein Schwartz, commandant van een compagnie in de voorpostenstrook, rapporteert. Bij herhaling heb ik aangedrongen op het opruimen van een in mijn vak gelegen proeftuin met boomgaard. Het werd verboden, omdat 20 jaar noeste arbeid niet verloren mocht gaan. Ik heb nog geantwoord dat jonge 20-jarige Nederlanders weg naar Rijnen. Onderweg haalden we de voortschokken de troep in. De onderdelen, soms honderden meters van elkaar verwijderd, zonnewarmte en stof, maakten de tocht voor velen een opgave. Tegen de avond is de bestemming bereikt. In de maanden die nu volgen wint de Grebbelinie langzaam aan betekenis. De middelen om langs de Grebben een solide verdediging in te richten zijn echter te beperkt. Zuinigheid verhindert een krachtige aanpak, zodat in de meidagen van 40 de Grebbelinie volstrekt onvoldoende toegerust is voor de strijd. De stellingen worden vooral door de soldaten zelf gebouwd. Gevolg is wel dat ze gedurende de mobilisatietijd meer grondwerker zijn dan soldaat. Wanneer je het geteken, het minimum berekent, de eerste zoveel jaren dienst in het leger doet. Maar ook wanneer je als jongen de dans niet bent ontsprongen en enkel voor je nummer bij de wapens moet, dan is de tijd gekomen om het meisje van je dromen te zeggen dat je haar voorgoed verlaat. Vraag niet, mijn jongen, dat wat niet gaat. Vaste verkering, dat is niks voor een soldaat. Want al wat je hebt aan liefde en trouw hoort
Het voorterrein van de Grebbeling is waar mogelijk onder water gezet. Daar waar inundaties niet gesteld kunnen worden, zijn voorposten geplaatst. Zij vormen de golvenbrekers in het verdedigingsplan. De vaart uit een Duitse aanval halen is hun taak. De ondergang hun onvermijdelijke lot. De linie zelf bestaat uit twee verdedigingslijnen, de frontlijn en de stoplijn. In de frontlijn moet de hardnekkige verdediging plaatsvinden. De stoplijn, die een zwakkere bezetting heeft, komt alleen in actie als de frontlijn bezwijkt. Bij de Grebbeberg volgt de frontlijn de Grift en de oostelijke rand van de berg. De stoplijn loopt ten westen van de begraafplaats, dwars over de berg. Soldaat Ossenkoppelen maakt deel uit van een groep die een stuk panzerafweergeschut moet bedienen. Deze afdoende dekking kon ik niet meer vinden en ik wierp me met vele anderen op de grond. Zo trok het oordeel over ons heen. Het leek het ergste wat ik tot dusverre had meegemaakt en het duurde in mijn verbeelding wel een eeuwigheid. Zodra mogelijk vluchtte iedereen van deze plaats van verschrikking. Tonen Dekkers, S. Van Toorn, E. Thijssen, D. Ursinus, H. De Valk, G. Valkhof, C. Van Vark, C. Toen ben ik teruggegaan en toen kwam ik nog bij een boerderij langs en er liepen Duitsers twee. Ik kon ze door die raampjes van die achterhuis van de boerderij kon ik ze zien lopen. De een ging aan deze kant langs en de ander ging bij mijn kant langs. En dan kon ik wel schieten, maar dan verraad ik me, dan weten ze ook waar ik ben. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik had alleen maar een pistool met een klimang. En die eerste die daar zo langs kwam, die kwam maar in de hoek om. En die heb ik met de kleemingenkopters wat afgeslagen. Nou, en toen ben ik aan de andere kant gegaan. En die heb ik toen op met de kleemang van kant gemaakt. Diezelfde ochtend bezwijkt de stoplijn op de Grebbeberg. Daaraan vooraf gaan hevige Duitse beschietingen, gevolgd door stormlopende weermachtssoldaten. Ze springen op de gaas van de stellingen, zakken erdoor en worden doodgeschoten. De Nederlandse mitrailleurs raken roodgloeiend en vallen uit. Stand houden! De tegenaanval komt zo, is de aanmoediging aan de steeds kleinere scharen van verdedigers. Maar de tegenaanval wordt ondertussen gesmoord op de noordhelling van de Grebbeberg. Nieuwe Duitse aanvalsgolven volgen. Uiteindelijk vallen er gaten in de stoplijn en wordt de stelling opgerold. Eerst het zuidelijk deel, vervolgens ook ten noorden van de weg. En we moeten terugtrekken, waar naartoe, dat weten we niet, maar dat horen we wel. En we waren net buiten Elsje en er was een hele opstopping enzovoort. En op een gegeven ogenblik stonden we naar iemand en er zat in een eenmansgat. Er zat een gewone soldaat, een grote sigaar in de mond, een doosje of een kistje sigaren naar zich. Hij dampte als ik weet niet wat aan die sigaar. En die zei tegen hem, jongens, doe het maar kalm aan. Ik zorg er wel voor hè, dat jullie goed wegkomen. Ik dek jullie wel. Als er wat Duitsers aankomen, ik zie het allemaal wel kapot. Enkele honderden meters achter de stoplijn heeft major Lanzaat, commandant van 1 artillerie, zich verschanst in het paviljoentje. Een klein restaurant, ongeveer op deze plek, net naast de weg bij de ingang van Ouwans Dierenpark. Stand houden achter de puinhopen was een bevel dat Lanzaat ervoor. Kapitein Swarts schrijft in zijn rapport: de telefonische verbinding liep op paaltjes, enige centimeters boven de grond. En was derhalve bij de eerste vijandelijke artillerieschoten reeds defect. Daarbij kwam nog dat ik, kort voordat het gevecht een aanvang nam, het bevel kreeg een grote kudde koeien door te laten, die slechts gedeeltelijk over de sluis aan de voet van de Grebbeberg zijn afgevoerd. Het resterende deel liep dus nog door de weilanden waardoor de telefonische verbinding was aangelegd. Haast onnodig te zeggen dat van deze verbinding weinig is overgebleven. Het wegvallen van de verbindingen maakt het onder meer onmogelijk bij de Nederlandse artillerie-eenheden die ver naar achteren geplaatst zijn, gericht steun aan te vragen. De soldaten in de voorpostenstrook zijn nu geheel op zichzelf aangewezen. Als het licht wordt, zet het SS-regiment de aanval in. Numeriek in de meerderheid en een bewapening veruit superieur
zien de Duitsers rond 10 uur kans de stelling in het meest noordelijk deel van de voorpostenstrook hier bij het nieuwe kanaal te doorbreken. Deze doorbraak heeft fatale gevolgen voor de overige steunpunten die nu ook van opzij en in de rug aangevallen worden. Toch vordert de Duitse opmars maar traag vanwege de felle Nederlandse tegenstand. Om 4 uur in de middag van 11 mei is de commandopost van bataljonscommandant Voigt omsingeld en een uur later tot overgave gedwongen. De enige Nederlandse voorpost dan nog over is de uit 12 man bestaande sectie van sergeant-major Blom, gelegerd in een boomgaard naast de Wageningse afweg. De SS'ers hebben grote moeite de stelling te nemen. Uiteindelijk is de overmacht te groot en moet de groep zich overgeven. Duitse troepen dringen de stelling in en drijven de Nederlanders naar buiten. Zwijnen, waarom schieten jullie nog? Brult een SS-soldaat. Als jullie niet gekomen waren, hadden wij niet geschoten, is het antwoord van soldaat Michel Brink, die onmiddellijk daarop door Hitlers elitetroepen wordt geëxecuteerd. De voorpostenstrook is nu geheel in Duitse handen. Soldaat Jachtenberg is weggedoken in een veldlazaret, vlak voor de overgave aan de SS een feit is. Bij het lazaret aangekomen, sommeerden ze ons onder ijselijk schelden en schreeuwen om ontdaan van wapens en helmen met de handen omhoog naar buiten te komen. Dit naar buiten gaan werd een afschuwelijk vernederend toneel. Eenmaal buiten stonden we oog in oog met de Duitsers die met hun hels geschreeuw en gesminkte gezichten eruit zagen en zich gedroegen als echte duivels. Ze drongen ons bovenop het veld. Veren de Duitse troepen met ruime vertraging in Wageningen.
De volgende ochtend markeert Duits artillerievuur het begin van de slag om de Gerbenberg. Tegen alle Duitse verwachtingen in duurt de slag 3 dagen. 3 dagen waarin het gebied op en om de Gerbenberg het toneel is van hevige gevechten. 3 dagen waarin de Nederlandse verdediging zware offers brengt. Voor 382 Nederlandse soldaten betekent de slag het einde van hun leven. Ze zijn geroepen naar de greb om er vervolgens nooit meer van terug te keren. Van Toorn, E. Thijssen, D. Ursinus, H. De Valk, G. Valkhof, C. Van Vark, C. Van Velen, H. Van Veenendaal, J. Tijdens de slag om de Gerbenberg vinden ongeveer 800 Duitsers de dood. Het gros van deze gesneuvelde soldaten wordt in gesloten vrachtwagens afgevoerd, terug naar Duitsland. Een minderheid blijft achter op de berg en zal daar voor de duur van de oorlog een rustplaats toegewezen krijgen. Na 1945 worden deze soldaten herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats IJsselstein in de Peel. Telke keer als ik de Gerbenberg bezoek en ik zet mijn auto op een parkeerplaats en ik loop naar de weg toe, dan als ik aan de ogen dicht doe, dan zie ik aan de overkant van de weg een stuk staan van het 8e regiment Pach. 6 soldaten met de sergeant erachter, achter schild, doodgeschoten. Vermoedelijk door eigen vuur, want anders kan het haast niet. Loop ik iets verder, dan bij de ingang van het kerkhof, daar stond een stuk 6 veldgeschut, met de bemanning dood ernaast, een groot en ook Duitse soldaten, SS'ers waren het daarnaast, en een groot bruin paard met de benen omhoog. En dat zie ik iedere keer als ik bij de Gerbenberg kom, bij de ingang, en denk ik, hé, hey, pas struikel ik er nog over. Ja. Wil me niet loslaten, ik wou dat ik kwijt was. Geloof je dat? De Gerbenberg is het meest zuidelijke punt van de Gerbenlinie, die zich naar het noorden toe uitstrekt, tot op de oevers van het IJsselmeer. De IJssellinie moet de Duitse opmars vertragen. Voor de Gerbenlinie moet hij tot staan gebracht worden. Op het moment van de mobilisatie, 28 augustus 1939, bestaat de Gerbenlinie enkel op papier. Op 29 augustus, 's morgens om 6 uur, moest ik me melden aan de Manno van Koorenkazerne in Arnhem. Als ik daar tegen die tijd was. 400 soldaten vormen daarom de bezetting van de voorpostenstrook. 4 stukken verouderd infanteriegeschut, het zogenaamde Zesveld, bouwjaar 1894, dienen ter ondersteuning. Heggen en boomgaarden belemmeren het uitzicht van de verdedigers. Gedurende de mobilisatietijd is herhaaldelijk om opruiming daarvan verzocht, maar telkenmaal heeft de regering de verzoeken afgewezen. De angst voor de schadeclaims van de eigenaren wint het van de angst voor een mogelijke Duitse aanval. Kapitein Schwartz, commandant van een compagnie in de voorpostenstrook, rapporteert. Bij herhaling heb ik aangedrongen op het opruimen van een in mijn vak gelegen proeftuin met boomgaard. Het werd verboden, omdat 20 jaar noeste arbeid niet verloren mocht gaan. Ik heb nog geantwoord dat jonge 20-jarige Nederlanders bij een aanval zouden worden gedood. Welk antwoord is gebleken juist te zijn. De vroege ochtend van 11 mei begint met een hevige Duitse artilleriebeschieting op de voorpostenstrook. De schaarse telefoonverbindingen raken daardoor onklaar. Het enige radiozendapparaat valt kort daarna uit. De accu is leeg en een reserveaccu is niet voorhanden. Kapitein Schwartz schrijft in zijn rapport: de telefonische verbinding liep op paaltjes, enige centimeters boven de grond, en was derhalve bij de eerste vijandelijke artillerieschoten reeds defect. Daarbij kwam nog dat ik, kort voordat het gevecht een aanvang nam, het bevel kreeg een grote kudde koeien door te laten, die slechts gedeeltelijk over de sluis aan de voet van de Gerbenberg zijn afgevoerd. Het resterende deel liep dus nog door de weilanden, waardoor de telefonische verbinding was aangelegd. Haast onnodig te zeggen dat van deze verbinding weinig is overgebleven. Het wegvallen van de verbindingen
maakt het onder meer onmogelijk bij de Nederlandse artillerie-eenheden, die ver naar achteren geplaatst zijn, gericht steun aan te vragen. De soldaten in de voorpostenstrook zijn nu geheel op zichzelf aangewezen. Als het licht wordt, zet het SS-regiment de aanval in. Numeriek in de meerderheid en een bewapening veruit superieur zien de Duitsers rond 10 uur kans de stelling in het meest noordelijk deel van de voorpostenstrook hier bij het nieuwe kanaal te doorbreken. Deze doorbraak heeft fatale gevolgen voor de overige steunpunten die nu ook van opzij en in de rug aangevallen worden. Toch vordert de Duitse opmars maar traag vanwege de felle Nederlandse tegenstand. Om 4 uur in de middag van 11 mei is de commandopost van bataljonscommandant Voigt omsingeld en een uur later tot overgave gedwongen. De enige Nederlandse voorpost dan nog over is de uit 12 man bestaande sectie van sergeant-major Blom, gelegerd in een boom. Mogelijk zijn kameraad wilde ook mij doden, maar een kort bevel, nein, immer weiter, deed hem doorlopen. Ik trok de gewonden naast mij en zo zaten wij naast elkaar met de rug tegen de slootkant. Voor hij na enkele minuten zijn laatste adem uitblies, gaven wij elkaar nog de hand. Ik verwachtte toen dat deze dag ook voor mij de laatste dag van mijn aardse leven zou zijn. Grotenhuis, W. Kunen, G. Van Kuppenveld, P. Van Kuik, W. Quint, W. Landsaat, W.P. Lankhof, D. Leenders, S. Leppink, H. Al eeuwenlang beheerst het hoornwerk de opgang naar de Grebbeberg. Het is een uit aarde wallen en grachten bestaande schans, die aan de oostzijde van de Grift het bruggetje en de sluis boogvormig afschermt. Het verdedigingsplan van de Grebbeberg geeft het hoornwerk een positie in de frontlijn. Als de voorpoststrook gevallen is, ligt de oude schans in de voorste linie. In de avond van 11 mei rukken Duitse panzerwagens op richting Hoornwerk, maar worden teruggewezen door een in deze kazemat geplaatst pachtkanon. Sergeant van Drumt is de commandant van dit stuk panzerafweergeschut. Wij zagen aankomen een grote vrachtwagen, een trailer zal ik maar zeggen, en daar dachten we, nou, het is tijd dat we ons gaan inzetten, want anders komen ze te dicht bij ons. En als het schot dan eens mis is, dan zijn we nog niet weg. Dus dat hebben we. Ik heb met mijn corporaal hebben we beslissing genomen dat we toch maar erop zullen richten. En als je dan goed richt, dan gaat die brisantgranaat, die springt open. En dan vernielt hij de hele zaak. Nijkamp heeft het schot gelos. En toen zagen we dat de hele zaak uit elkaar sprong. En dat was ongeveer op 1100 meter. Mijn zwager die had een stucadoorsbedrijf in Oosterbeek. En hij werd dan ook geshatterd om lijken te ruimen. Hè? Toen is hij daar geweest. En toen kwam ik terug van de oorlog. En toen zei hij, jullie zijn daar. Telkens keer als ik de Grebbeberg bezoek en ik zet mijn auto op de parkeerplaats en ik loop naar de weg toe, dan, als ik aan de ogen dicht doe, dan zie ik aan de overkant van de weg een stuk staan van het 8e regiment Pach. 6 soldaten met de sergeant erachter, achterschild, doodgeschoten. Vermoedelijk door eigen vuur, want anders kan het haast niet. Loop ik iets verder, dan bij de ingang van het kerkhof, daar stond een stuk 6 veldgeschut met de bemanning dood ernaast, een groot en ook Duitse soldaten, SS'ers waren het daarnaast, en een groot bruin paard met de benen omhoog. En dat zie ik iedere keer als ik bij de Grebbeberg kom bij de ingang, en denk ik, hé, pas struikel ik er nog over. Ja. Wil me niet loslaten. Ik wou dat ik kwijt was. Geloof je dat?
De Grebbeberg is het meest zuidelijke punt van de Grebbelinie, die zich naar het noorden toe uitstrekt, tot op de oevers van het IJsselmeer. De IJsselinie moet de Duitse opmars vertragen. Voor de Grebbelinie moet hij tot staan gebracht worden. Op het moment van de mobilisatie, 28 augustus 1939, bestaat de Grebbelinie enkel op papier. Op 29 augustus, 's morgens om 6 uur, moest ik me melden aan de Menno van Koerenkazerne in Arnhem. Als ik daar tegen die tijd verschijn, zijn er nog weinigen. Van het onderdeel waarbij ik ben ingedeeld, te weten de 3e compagnie, 2e bataljon, 8e regiment infanterie, ben ik praktisch de eerste. Ik kom terecht bij de Generaal-Majoor-administrateur Kieffiet. De presentielijst wordt afgezocht, maar mijn naam komt er niet op voor. Ik zeg geen nood, ik ben direct weg. Maar dat ging niet. Vrijdag 1 september, in alle vroegte appel voor het hele regiment en afmarcheren richting mobilisatiebestemming, de Grebbeberg. Dat ging geheel te voet. Omdat ik nu bij de administratie behoorde, ging ik mee met de sleperswagen waarop de administratiestukken werden vervoerd. Volgeladen reden we naar de kazerneuitgang aan de Hoflaan. De knollen die waarschijnlijk niet voor een wagen gewend waren en niet bekend aan de vreemde voerman, gingen op een hol de hellende weg af en door het hek. De voerman draaide geen rem aan, beesten en wagen. Zien de Duitsers rond 10 uur kans de stelling in het meest noordelijk deel van de voorpostenstrook hierbij het nieuwe kanaal te doorbreken. Deze doorbraak heeft fatale gevolgen voor de overige steunpunten, die nu ook van opzij en in de rug aangevallen worden. Toch vordert de Duitse opmars maar traag vanwege de felle Nederlandse tegenstand. Om 4 uur in de middag van 11 mei is de commandopost van bataljonscommandant Voigt omsingeld en een uur later tot overgave gedwongen. De enige Nederlandse voorpost dan nog over is de uit 12 man bestaande sectie van sergeant-major Blom, gelegerd in een boomgaard naast de Wageningse afweg. De SS'ers hebben grote moeite de stelling te nemen. Uiteindelijk is de overmacht te groot en moet de groep zich overgeven. Duitse troepen dringen de stelling in en drijven de Nederlanders naar buiten. Zwijnen, waarom schieten jullie nog? Brult een SS-soldaat. Als jullie niet gekomen waren, hadden wij niet geschoten, is het antwoord van soldaat Michel Brink, die onmiddellijk daarop door Hitlers elitetroepen wordt geëxecuteerd. De voorpostenstrook is nu geheel in Duitse handen. Soldaat Jachtenberg is weggedoken in een veldlazaret, vlak voor de overgave aan de SS een feit is. Bij het lazaret aangekomen sommeerden ze ons onder ijselijk schelden en schreeuwen om ontdaan van wapens en helmen met de handen omhoog naar buiten te komen. Dit naar buiten gaan werd een afschuwelijk vernederend toneel. Eenmaal buiten stonden we oog in oog met de Duitsers die met hun hels geschreeuw en gesminkte gezichten eruit zagen en zich gedroegen als echte duivels. Ze dwongen ons bovenop het veldlazaret te gaan staan en stelden zich met hun schmeitzers in de aanslag voor ons op en maakten ons duidelijk dat we nu doodgeschoten zouden worden. En dat geloofden wij. En zo werd ons nog meer doodsangst aangejaagd als we al hadden. Daarna dwongen ze ons hun lichtveldgeschut over de landweg richting Gerben te trekken. Tegen het eigen vuur in dus. Zelf trokken de Duitsers door de sloot langs die weg. We werden niet alleen als levend schild gebruikt, maar ook behandeld als dierlijk ontuig. Hierbij en hierdoor vielen ook de meeste Nederlandse slachtoffers. Op een moment kreeg ik een kogel dwars door mijn knie en viel in de sloot midden tussen de Duitsers in, die het gelukkig alleen bij vervloekingen aan mijn adres lieten. Oh,
of verhitting onbruikbaar wordt. De bezetting van de koepel valt terug op de stelling van de luitenant. Deze stuurt de ordonnansen van Zetten en Krauwel naar de compagniescommandant met het verzoek om versterking. Onder moordend artillerievuur gaan ze op weg. Dan valt voor hen het doek en zwijgt de geschiedenis. Van Zetten en Krauwel zullen hun opdracht niet uitvoeren. Ze zijn vertrokken, maar vooralsnog nergens aangekomen. Enige jaren marcheren ze mee in het rusteloze leger van de vermisten. Dan worden ze gevonden. Tegen de avond is de stelling van Londo volledig omsingeld. In de chaos van de overgave raakt de luitenant zwaar gewond als een kogel zijn linkerborst doorboort. Zo valt het ene steunpunt na het andere. Als ze Zessers de stoplijn bereiken, valt daar de Duitse opmars stil door hevig Nederlands mitrailleur en geweervuur. De stoplijn, aan de andere kant van de akker in het eikenhakhout, is niet meer dan een langgerekte loopgraaf. Een primitieve weerstandslijn met een zwakke bezetting, maar toch vooralsnog te sterk voor de Duitse aanvallen. Oude Breul, J. Pastoor, H. Paulusma, K. Peper, L. Peppelman, E. Peters, W. Filippens, S. Pielzekker, G. Van der Pol, A. Op een middag was dat, toen kwamen er in één keer zien we figuren lopen dat geen soldaten van ons waren. Hè? En die kwamen onze kant uit, of eerlijk gezegd, ze liepen meer naar de rechterkant, naar de bos. En die hadden een soort overhals aan, of zoiets. En ze hadden op de helm ook nog een takje, een paar takjes en zo. Toen hadden we het keer met de garde dat ze zeggen, jongens van ons, schiet erop. En nou, en we hadden een hele goede schutter met de karabijn. Die had er al gauw in te pakken, want die schoot achter. Eén die het meest links liep, schoot hij aan. Hè. En die valt, die viel meteen, viel hij er neer. En er kwam er iemand achter hem aanlopen, die aan het achter hem liep. Die bukt zich, gooi wat weg. Met onder het bukken gooit hij zelf wat weg en pakt een wapen, wat die man die dood was, op in de hand en loopt gewoon door. Meteen, hij liep, het was in één gang, hij bukt zich, pakt, loopt. Dus, ik bedoel, hij stond er geen minuut bij stil. Hij stond er niet meer bij stil om te kijken, wat zou die man hebben, of, hè, ik ken die man, ze kennen elkaar natuurlijk, volg heel gek. Beschieting op de voorpostenstrook. De schaarse telefoonverbindingen raken daardoor onklaar. Het enige radiozendapparaat valt kort daarna uit. De accu is leeg en een reserveaccu is niet voorhanden. Kapitein Swartz schrijft in zijn rapport: de telefonische verbinding liep op paaltjes, enige centimeters boven de grond, en was derhalve bij de eerste vijandelijke artillerieschoten reeds defect. Daarbij kwam nog dat ik, kort voordat het gevecht een aanvang nam, het bevel kreeg een grote kudde koeien door te laten, die slechts gedeeltelijk over de sluis aan de voet van de Gebbeberg zijn afgevoerd. Het resterende deel liep dus nog door de weilanden, waardoor de telefonische verbinding was aangelegd. Haast onnodig te zeggen dat van deze verbinding weinig is overgebleven. Het wegvallen van de verbinding maakt het onder meer onmogelijk bij de Nederlandse artillerie-eenheden die ver naar achteren geplaatst zijn, gericht steun aan te vragen. De soldaten in de voorpostenstrook zijn nu geheel op zichzelf aangewezen. Als het licht wordt, zet het SS-regiment de aanval in. Numeriek in de meerderheid en een bewapening veruit superieur zien de Duitsers rond 10 uur kans de stelling in het meest noordelijk deel van de voorpostenstrook hier bij het nieuwe kanaal te doorbreken. Deze doorbraak heeft fatale gevolgen voor de overige steunpunten, die nu ook van opzij en in de rug aangevallen worden. Toch vordert de Duitse opmars maar traag vanwege de felle Nederlandse tegenstand. Om 4 uur in de middag van 11 mei is de commandopost van bataljonscommandant Voigt omsingeld en een uur later tot overgave gedwongen. De enige Nederlandse voorpost dan nog over is de uit 12 man bestaande sectie van sergeant-major Blom, gelegerd in een boomgaard naast de Wageningse afweg. De SS'ers hebben grote moeite de stelling te nemen.
Uiteindelijk is de overmacht te groot en moet de groep zich overgeven. Duitse troepen dringen de stelling in en drijven de Nederlanders naar buiten. Zwijnen, waarom schieten jullie nog? Brult een SS-soldaat. Als jullie niet gekomen waren, hadden wij niet geschoten, is het antwoord van soldaat Michel Brink, die onmiddellijk daarop door Hitlers elitetroepen wordt geëxecuteerd. De voorpostenstrook is nu geheel in Duitse handen. Soldaat Jachtenberg is weggedoken in een veldlazaret, vlak voor de overgave aan de SS een feit is. Bij het lazaret aangekomen, sommeerden ze ons onder ijselijk schelden en schreeuwen om ontdaan van wapens en helmen met de handen omhoog naar buiten te komen. Dit naar buiten gaan werd een afschuwelijk vernederend toneel. Eenmaal buiten stonden we op. De Führer den Flussübergang gemacht. Die sind also zum Teil zusammengeschossen worden mit ihren Flohsäcken und sind bis in die Brückentrümmer getrieben. Aber der gezielte Beschuss auf die Schießschachten des Forts von der Pack her hat dann doch sehr schnell dazu beigetragen, dass die Besatzung des Forts oder der Kommandant des Forts die weiße Fahne gezeigt hat. Und während dieses Übersetzbetriebes hat ein Heeresbataillon eine Pontonbrücke gebaut, etwas oberhalb vom Fort. Und dann hat sich unser Zugführer, das war ein Mensch, so groß darf man eigentlich gar nicht sein, der war über 2,10 Meter groß, der hat sich selbstständig gemacht, hat meinen besten Kameraden mitgenommen und den Beiwagen, B-Grad haben wir gesagt, also ein Motorrad mit Beiwagen, hat dort 50 Kilo Sprengmunition so etwa hineingepackt und er wollte dann den Helden spielen und die Zwei-Mann-Bunker, die von Westerfurt Eisel aufwärts bis oben zum Leek, zum Rhein hin, noch waren, die wollte er in die Luft sprengen. In Wirklichkeit war da überhaupt niemand mehr drin, aber er ist auch nicht mehr dazu gekommen, denn sie fuhren mit dieser Beiwagenmaschine auf eine Mine, auf die einzige wohl, die dort scharf gemacht worden war. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, wenn eine Mine losgeht und dazu 50 Kilo rund Sprengmunition, wie die drei Toten ausgesehen haben. Der Beiwagen ist etwa 50 Meter weit seitwärts geflogen und mein Kamerad, der auf dem Soziussitz saß, und der Fahrer, die sind nach links in ein brennendes Haus geflogen. De IJssel is genomen en de Duitsers hebben de buitenwijken van Arnhem in zicht. De afstand tot de Grebbeberg is nauwelijks meer dan 25 kilometer. De Nederlandse verdediging van de Grebbeberg is toegewezen aan het 8e regiment infanterie. 2500 soldaten verdeeld over drie bataljons. Het eerste bataljon is gelegerd op het centrale deel van de Grebbeberg. Het tweede bataljon tegen de flanken van de Greb richting Achterberg. En het derde bataljon in de voorpostenstrook, halverwege de Grebbeberg en Wageningen. In de avond van 10 mei arriveren de Duitse troepen met ruime vertraging in Wageningen. De volgende ochtend markeert Duitse artillerievuur het begin van de slag om de Grebbeberg. Tegen alle Duitse verwachtingen in duurt de slag 3 dagen. 3 dagen waarin het gebied op en om de Grebbeberg het toneel is van hevige gevechten. 3 dagen waarin de Nederlandse verdediging zware offers brengt. Voor 300